eregast vanavond, Willem van Hanegem. Willem, welkom in Schiedam. Wel eens gevoetbald in Schiedam? Nee. Nee, want ik heb wat tegen SVV gespeeld, maar SVV speelde volgens mij toen op Spartaveld. Ja. Zo'n club als HBSS, hè? Zijn dat verenigingen die gaan overleven? Het is wel te hopen. Wat is belangrijk om te overleven als amateurclub? Ik zie ook die Jurgen hier, die speelt met die jonge gasten allemaal. En die mogen hier allemaal, gratis mogen ze hier trainen en doen. Nou, als je weet hoe belangrijk dat eigenlijk is. Jeugd moet vooral veel zorg en veel aandacht hebben. Dat is het meest belangrijke. Ik zie het van de week ook weer op een of andere zender. Zie ik weer een speler die al 8 clubs versleten heeft. En die krijgt dan een podium dat hij nog mag zeggen of die ook nog weer betaald voetbal kan spelen. Weet niet. En dan op het hoogste niveau. Nee, je moet gaan kijken naar die jonge gasten die hier bezig zijn. Ja. Daar moet je aandacht aan geven. Hoe belangrijk is scouting, Willem? Nou, dat is heel belangrijk, toch? Tenminste, als je liefhebber bent. Dat is misschien ook een gek iets. Ik heb hier nou al een paar jaar rondgekeken. En ik woon hier niet in de buurt met mijn zoon. Dus, maar het is gewoon geweldig om die gasten te zien. En die gasten komen uit Engeland, die komen overal vandaan om hier te spelen. Nou, wat wil je nou nog mooier? Ja. Dat is toch het mooiste wat er is? En dan zeg je het wel eens tegen iemand van Feyenoord of van een ander. Die zegt, ja, maar als ik daar ga staan, dan herkennen ze mij. Ja, maar jij bent helemaal niet belangrijk. Nee. Die gasten, die zijn belangrijk. Mensen willen graag, Willem, dat ik over Feyenoord met je praat. Dat is jouw club natuurlijk ook geweest. Hoe gaat het met Feyenoord? Heel veel spelers weg, nieuwe spelers bij. Niet mijn club, dat is nog mijn club. Ja. Ja. Het blijft je club. Maar hoe gaat het met die club? Nieuwe spelers erbij, nieuwe spelers weg? Dat moet nog maar blijken. Want vorig jaar is het aardig geweest. Daar hebben ze alleen een paar nieuwe en goede spelers erbij gehad. Maar nu zijn ze er een hele partij kwijt. Ja. En nu moet je eigenlijk wel overnieuw beginnen op 3 of 4 spelers. En niet, het is niet zo dat ze doen net als je spelers koopt of die helemaal niet kunnen voetballen. Dat duurt zo lang. Ja, je koopt een goede spelers. Je koopt een stelletje in Brazilië die niet kunnen voetballen. Waar je zoveel tijd aan moet spanderen. Ik las van de week in de krant. De Kuip blijft voorlopig gehandhaafd. Hoe sta jij erin? Ja, is wel verstandig. Ja. Ja, ja. Waarom? Nou, dat gewoon het mooiste voetbalstadion is wat er is. Ja. Het is zoiets moois. En daarom is het ook heel triest. Dat de mensen die het voor het zeggen hebben, die het ook gewoon hebben laten verpauperen. Ja. Daar hadden ze 15 jaar al mee kunnen beginnen. Omdat er geen geld was. Nou, dan ga je toch opknappen. En nu gaan ze lopen zeiken. Ja, je kan niet op je gemak plassen. Je kan niet tijd daar naar beneden. Nee, als je dat gewoon al 15 jaar geleden mee begonnen was, dan had je nog het mooiste stadion voor 15 jaar. Ja. Dus. Van de hak op de tak, Willem. Anthony van Ajax die gaat nu waarschijnlijk voor 98 miljoen de deur uit. Gekke werk? Je zegt het zelf al. Dus. Ja, maar gaat de voetbalwereld eraan kapot aan die bedragen? Kijk, nu in deze tijd, dat de mensen eigenlijk, nou sterven niet van armoede, maar wel een heleboel mensen hebben het heel slecht. En dan lees ik dat er spelers zijn die 400.000 euro in de week verdienen. De andere 600.000. Dan wordt die speler voor 100 miljoen gekocht. Dan denk je, waar slaat het op? Willen we nog 2 korte vragen voordat de avond begint? Waarom doen Nederlandse talenten het in het buitenland toch niet altijd even goed? Waar gaat er dan mis? Ja, maar de meesten die hier zitten ook nog op de bank, hoor. Het is niet allemaal. Maar het is wel logisch dat als je je daar niet op instelt en denkt van ik ga het er lekker doen omdat ik lekker veel geld kan verdienen, ja, dan kom je van de koude kermis thuis. In Engeland, dan moet je aan de bak. Ja. Nou, maar het zijn over het algemeen wel spelers die uit Amsterdam komen. Ja. Dus niet bij ons vandaan, want die hebben ze nog niet gehaald, eerlijk gezegd. Ten slotte, we hebben nu geloof ik 4 voetbalpraatprogramma's. Er is een programma, daar gaat de presentator tussendoor een plasje doen en komt hij weer terug voor het volgende programma. Gekke werk. Ja, ik weet niet of dat. Ik heb het niet gezien. Maar ben jij van, ga je al die programma's zitten bekijken? Nee, doe me lol. Dat meen ik. En ik zit zo wel eens in ESPN. Dat is een aardige zender. Maar daar zit ik ook de hele dag naar hetzelfde te kijken. Ja. Dat komt ook elke 100 keer weer. En dan weer zet je hem op een andere zender. Dan krijg je hetzelfde programma. Dan wordt hij op 400 zoveel weer hetzelfde programma. Ja. Nou, daar word je wel eens moe van. Ja. Ik word een beetje ziek van al die voetballers die elkaar de hele tijd voor de wedstrijd omhelzen en zoenen.
Is dat gekkenwerk of is dat iets van deze tijd? Nou, dat moet wel. Want ik denk in mijn tijd, als je iemand een kus wilde geven, bij spreken, dan kreeg je stom voor je kop. Want dan dachten ze dat je niet goed bij je hoofd was. Ja. Nee, het slaat helemaal nergens op. In de kleedkamer geef je elkaar de hand, zeg je, kom op. Nu doe je dat, dan ga je loop je, dan willen ze gezien worden, gaan ze dan, zijn ze op het veld, weer allemaal. En dan nog een keer in de scrum staan, dan denk ik, ik heb het gevoel dat ze vergeetachtig zijn.